Dit zijn kinderen die in 10 jaar oud worden. Heeft echt oude mannenhuid. Dit was een schattig mannetje. Hij is er jammer genoeg niet meer. Hij was reuze vrolijk. Maar dan liep hij over de gang en moest hij ineens stoppen. Weet je waarom? Kreeg hij pijn op de borst. Kan borstvoeding je slimmer maken? De Universiteit van Nederland presenteert kinderarts professor Dr. Hugo Heijmans. Ja, kan borstvoeding je slimmer maken? Weet u wat het grappig is? We leven in een tijd van vergrijzing. Dat staat in de kranten, je leest erover, de politici maken zich er zorgen over. We hebben de grijze druk. Moet je even naar zo'n plaatje kijken. Dit is een grafiek die u laat zien hoe dat gaat gebeuren. Op het ogenblik zijn op elke 100 mensen die in het arbeidsproces potentieel betrokken zijn, zijn er 22 65-plussers. En in de komende jaren gaat dat verdubbelen. Er zit even een bultje in, kijk even hier, dat is het bultje van de geboortegolf na de Tweede Wereldoorlog. En de babyboomers, en als die weg zijn, dan blijft het zo. Dat is natuurlijk heel merkwaardig. Steeds meer oude mensen en ouder worden. Je vraagt je natuurlijk af, hoe gaat dat? Is het alleen maar een kwestie van meer jaren? Zijn er ook mensen die daar plezier van hebben? Of zijn het allemaal mensen die langzaam maar zeker krakkemikkig worden en allerlei problemen krijgen naarmate ze ouder worden? En je wilt toch eigenlijk niet dat oudere mensen met een soort van boodschapkarretje met pillen en poeders lopen om zichzelf... We zouden ze eigenlijk gezonder oud willen laten worden. En er zit wel een dilemma. Want als je nou kijkt naar de mensen die... voor de gemiddelde leeftijd is op het ogenblik boven de 80, hè, wat we worden met elkaar. Als mensen die eerder overlijden, dan is dat heel vaak het gevolg van risicogedrag op de jeugd, in de jeugd. Neem roken. 1 op de 5 15-jarigen rookt. Dat is beangstigend, vind ik. Want we weten dat roken leidt tot hart- en vaatziekten, tot grote cerebrovasculaire accidenten. Roken kan ernstige longproblemen geven. Denk alleen maar aan longkanker of chronische andere longafwijkingen. Het is nogal wat. En drank. Nou, we lezen ook in de krant dat kinderen die op de middelbare school zitten, regelmatig naar feestjes gaan waar ze zich indrinken, coma zuipen. We weten dat grote gevolgen kan hebben. En denk eens aan overgewicht. In 1980, 5% van de kinderen een BMI, dat is Body Mass Index, dat is de maat, dat is kilogram gedeeld door lengte in het kwadraat. En als dat meer is dan 25, dan heb je overgewicht. Dat was ongeveer 5%, dat is nu 15%. En dit is de verdeling over Nederland, over de hele populatie. En naarmate het donkerder blauw is, ben je dus meer overgewicht. Moet u even kijken wat er in de afgelopen jaren is gebeurd. Want hier zie je dat het redelijk meevalt. En kijk even, ik ben redelijk kleurenblind, maar dit kan ik zien. Ik zie dat Nederland steeds blauwer wordt. Het is beangstigend. En kijk, het enige wat nog overblijft is Utrecht. Ik dacht even, zou dat de reden zijn dat ze de Tour de France start krijgen? Maar nee, dat heeft natuurlijk niets mee te maken. Dat is een toevalligheid van omstandigheden. We worden gewoon allemaal dikker. En kan dat kwaad? Ja, als we ouder worden en we worden ook dikker, ja, dat kan kwaad. Als je dikker bent, leef je gemiddeld 4,5 jaar minder. Waarom? Je krijgt allerlei ziektes meer. Bijvoorbeeld suikerziekte. En dat wordt een ramp in Nederland, het aantal mensen met suikerziekte. Dus er is wel iets waarover we ons zorgen maken. En het interessante is natuurlijk, naarmate we ouder worden, willen mensen eigenlijk proberen aan dat proces iets te doen. Ouder worden, wat is dan ouder worden? Wat betekent dat? Hoe is dat? Kun je dat ophouden? Kun je er iets tegen doen? Er zijn heel veel theorieën over. Een van de theorieën is bijvoorbeeld dat ouder worden iets te maken heeft met de metabolic rate. Dus de snelheid van je metabolisme. Hoe weten mensen dat? Nou, bijvoorbeeld dierexperimenten gedaan. Je neemt knaagdieren, je geeft ze minder te eten. En verdomd, ze worden ouder. En denk je van, kijk, hoe lager de metabolic rate, hoe minder snel de veroudering gaat. Dat zou dus prima zijn.
Andere mensen zeggen, nou, het heeft wel iets te maken met vrije radicalen. Want die sla je in je lichaam steeds meer op. Die zorgen voor beschadiging. En naarmate die beschadiging toenemen, word je ouder. En op het ogenblik is de gedachte dat het misschien ook wel iets te maken zal hebben met de manier waarop we ons DNA repareren. Moet ik u uitleggen, want wat is dat? DNA, daar zit al ons erfelijk materiaal in opgeslagen. Hè? In elke cel zit dat. Zit ongeveer 2 meter DNA per cel. Nou, we hebben 100.000 miljard cellen. Dus kun je even het sommetje doen, dan hebben we 200.000 miljoen kilometer DNA. Dat is niet te geloven, dat hebben we in ons lichaam. Daar loopt u mee rond, daar gaat u straks mee naar huis. En wat het grappige is, dat metabolisme in ons lichaam beschadigt af en toe dat DNA, maar ook dingen van buitenaf. Als je in de zon loopt, UV, hups, kan gewoon foutjes maken in dat DNA. Misschien wel 1 miljoen foutjes per cel in het DNA. En die worden allemaal weer hersteld, want daar hebben we een reparatiesysteem voor. Dat is toch geniaal. DNA repair gaat dan over zo'n hele reeks heen. En natuurlijk niet elke fout die wordt gemaakt, niet elke beschadiging is ook kwalijk. Want heel veel stukjes van ons DNA, die coderen niet voor iets wat belangrijk is. Maar voor die dingen is het hartstikke goed dat ons DNA wordt gerepareerd en dat je daar weer mee verder kan. En nou is het interessant, want ik ken ziektebeelden op de kinderleeftijd waar iets mis is in het reparatiemechanisme van DNA en waar dus die DNA-repair niet goed werkt. Dit is zo'n ziektebeeld. Dit heet progeria. U heeft er vast wel eens van gehoord, u heeft het wel eens gezien op de televisie. Dit zijn kinderen die in 10 jaar oud worden. En hoe zie je dat oud worden? Nou, heeft echt oude mannen huid. Dit was een schattig mannetje, hij is er jammer genoeg niet meer. Hij was al vroeg kaal. Hij was reuze vrolijk, maar dan liep hij over de gang en moest hij ineens stoppen. Weet je waarom? Dan kreeg hij pijn op de borst. Dan had hij dus een oude mannenziekte, angina pectoris. Hij had dus hart- en vaatziekten al op hele jeugdige leeftijd. En zo zijn er een groep van ziektes, aangeboren ziektes in DNA-repair, waarin je een hele snelle veroudering ziet. Dus dat zou wel eens mee een rol kunnen spelen in ons verouderingsproces. Nou, deze ziekte, deze progeria, is een heel bijzondere ziekte. We noemen dat een laminopathie. Waarom? Omdat er iets mis is met het lamine. Lamine is een soort van netwerk wat de kernen van cellen in mooie vorm houdt. En u weet nu hoe ongelooflijk veel cellen we hebben. Hè? Die 100.000 miljard cellen hebben we in ons lichaam. Dus die cellen die hebben een kern die niet meer goed in elkaar zit. En daardoor gaat er ook iets mis met DNA-repair. En dat moet er de reden van zijn dat deze kinderen zo razendsnel oud worden. En het grappige is natuurlijk, dit zijn processen, verouderingsprocessen, waar je als dokter iets aan zou willen doen. Maar dit DNA-repair, daar zijn we nog niet in staat om ze te repareren. Maar wat dit jongetje ook had, is bijvoorbeeld het skelet van een oude man. Hij had osteoporose. En u moet zich voorstellen, osteoporose is dat de hoeveelheid bot die je hebt is afgenomen en de structuur waarop het is opgebouwd niet meer de goede is en daardoor wordt het fragiel. Dit is iets wat op oudere leeftijd gebeurt. Ik zal u proberen uit te leggen hoe dat gaat. In uw jeugd legt u uw skelet aan. En totdat je eigenlijk volwassen geworden bent, aan het einde van de puberteit, dan komt er niks meer bij. Dan gaat er alleen maar wat af. En nou de hoogte van wat je had, wat we peak bone mass noemen, de top van je skeletaanbouw, aan de ene kant en de snelheid waarmee je het verliest, die bepalen of je daar straks last van zou krijgen. En u begrijpt alweer hoe ouder je wordt, hoe langer dat doorgaat. Er is een verschil tussen mannen en vrouwen. Waarom? Omdat vrouwen eerder volwassen worden, dus minder lang dat bot opbouwen. En mannen die komen wat later in de puberteit, dus die gaan nog 2 jaartjes of 3 jaartjes door, die hebben dus iets meer massa. Nou, wil je eigenlijk, er zijn heel veel factoren die de maximale botopbouw beïnvloeden, maar een van de factoren die je echt kunt beïnvloeden is voeding en inspanning. Als je lichamelijke inspanning doet belasten van je skelet, dan helpt dat om het skelet op te bouwen. En als je voldoende kalk neemt en vitamine D, dan helpt dat ook om je skelet in een goede vorm te krijgen. Ze deden een ontzettend leuk experiment. Meisjes, 1-eiige tweelingen, daar gaven ze er 1 van. 900 milligram calcium en de andere 1600, dus bijna het dubbele.
En dan keken ze na een jaar, hoe gaat het nou met jullie skelet? Die meisjes die al in de puberteit waren, daar zag je geen verschil. Die meisjes die nog voor de puberteit waren, zag je dat het skelet veel beter opgebouwd was bij diegenen die een hoge dosis calcium kregen. Als ze ermee stopten, een jaar later was het verschil weg. En ze kwamen tot de conclusie, eigenlijk moet je ervoor zorgen dat je, totdat je volwassen bent, voldoende je botten bouwt, voldoende kalk eet. Je hebt ongeveer 1200 milligram nodig. Nou moet je zich voorstellen, een glas melk is 185 milligram, een plakje kaas is 225. Dus als je een beetje gewoon eet, dan moet je dat kunnen. En je hebt daar ook vitamine D bij nodig, want vitamine D zorgt voor die inbouw van calcium in je skelet. En ik weet niet of u zich herinnert waar we vitamine D vandaan krijgen, maar 1/3 komt maar uit ons eten en de rest komt van de zon. Dus als je een kwartier per dag in de zomer, als de zon lekker op zijn hoogte staat, even buiten bent, dan krijg je voldoende. Maar bij een donkere huidskleur of weinig in de zon komen, heb je dus ook vitamine D tekort. Dus eigenlijk zijn dit twee dingen waarin je iets kunt beïnvloeden, waardoor je langer later gezond kan blijven. Want 10% meer botmassa geeft 50% minder breukkans op latere leeftijd. Nou, dat is de moeite waard. Zo zie je, melk is niet onbelangrijk. En ik herinner me nog schoolmelk. Ik moet u eerlijk zeggen, ik heb het zelf nooit gedronken, want ik had een geweldige angst voor melk. Maar het is ongelooflijk belangrijk gebleken. En je vraagt je alleen af, is het voor iedereen belangrijk? Een ongelooflijk interessante studie werd er gedaan door een meneer in Engeland die keek naar premature. En ik ga u uitleggen waarom dat zo interessant was. Want een kind wat te vroeg geboren wordt, wat nog eigenlijk in de buik van zijn moeder moet zitten, als je dat kind borstvoeding geeft, dan groeit hij iets minder goed. Want de voedingsstoffen die hij nodig heeft om dat stukje groei, wat hij eigenlijk nu in de buitenwereld moet maken, te doen, daar zit er net niet voldoende voor in. En deze meneer ontwikkelde onder andere een voeding met meer voedingsstoffen, zodat je, als je pas geboren werd, te vroeg pas geboren werd, toch goed kon groeien. Kinderen groeiden inderdaad beter, maar hij ging 7-8 jaar later die kinderen allemaal bekijken. En hij wilde bijvoorbeeld ook kijken naar het cognitieve vermogen, het denkvermogen van die kinderen. En toen kwam hij tot een beangstigende conclusie. Die kinderen die alleen flesvoeding gehad hadden, waren wel goed gegroeid, maar hadden een IQ wat lager was dan de kinderen die op een of andere manier borstvoeding hadden gehad. En dat was natuurlijk een uiterst beangstigende ontdekking. Persoonlijk vond ik het eigenlijk wel leuk, want ik dacht, nou ja, dan word je ietsje kleiner, maar je bent een beetje intelligenter en dat heeft mij altijd aangesproken. Maar het gaf natuurlijk een geweldige hoeveelheid kritiek, want mensen zeiden, is dat nou wel zo? En heb je voor alle factoren dan wel gecontroleerd? Want het is natuurlijk wel zo, als je borstvoeding krijgt, het contact met je moeder, het directe contact wat je hebt, dat is ongelooflijk belangrijk en dat zou wel eens een hele belangrijke factor kunnen zijn in de ontwikkeling. Er werden studies gedaan, meta-analyses noemen we die, waarin ze allerlei studies bij elkaar voegden. En zo was er een studie met 20 verschillende onderzoekingen. 11 daarvan waren hartstikke goed gecontroleerd en echt zo opgezet dat je wetenschappelijk kon zeggen, nou, daar moet je je op kunnen bouwen. En ze lieten alle 11 zien, voordeel als je borstvoeding hebt gehad. En was er een hele interessante studie in Kopenhagen waar meneer Mortensen onderzoek deed bij meer dan 3000 volwassenen. En hij vergeleek hun intelligentie met de voeding die ze als baby hadden gehad. En hij kwam tot de conclusie, hoe langer die kinderen borstvoeding hebben gehad, hoe intelligenter ze zijn. Nou, dan komt natuurlijk meteen de vraag, hoe kan dat nou? Wat zit er dan in voeding? Ja, natuurlijk is borstvoeding iets anders dan de voeding van een kalf. Want flesvoeding is natuurlijk voor een belangrijk deel gebaseerd op voeding van een koe die eigenlijk zijn kalf wil voeden. Maar geleidelijk aan zijn we gaan ontdekken dat voeding iets doet aan de manier waarop we omgaan met ons genetisch materiaal. Ik ga u dat laten zien. Ik heb hier een stukje, deze buis moet u zich voorstellen is een stukje DNA. En als je dat stukje DNA wil aflezen, dan heb je daar iets voor nodig. In dit geval, ik plak het eronder, ik hoop dat het blijft hangen, dit zijn transcriptiefactoren. Factoren die ervoor zorgen dat je, woeps, dit stukje gaat aflezen. Nou, en dan komt dat tot expressie, dat wordt gemaakt. Maar als je nou in plaats van borstvoeding flesvoeding krijgt, dan worden er dingen opgeplakt, methylering noemen ze dat, op de DNA, waardoor soms, kijk, die factoren niet meer willen plakken. En dan wordt het stukje niet afgelezen. Je genetisch materiaal is hetzelfde,
Het wordt alleen anders gereguleerd. En het zou wel eens zo kunnen zijn dat dit een van de factoren is die ervoor zorgt dat er verschillen zijn tussen de ene voeding en de andere voeding. Ook verschillen zijn misschien wel in intelligentie als je flesgevoed of borstgevoed bent. Nou, vraagt u zich af, weten we dat in de natuur? Ja, daar hebben we voorbeelden van. Bijvoorbeeld, als je kijkt naar bijen. Een geweldige hoeveelheid larven worden er gemaakt. Die krijgen allemaal de eerste 3 dagen een bijzondere voeding. Royal jelly heet dat. En daarna, na 3 dagen, krijgen ze het niet meer. Alleen die bijen die doorgevoed worden met royal jelly, worden heel bijzondere bijen. Dat worden koninginnen. Die ontwikkelen ovaria. Die krijgen een andere vorm. Die worden ontzettend groot. Kijk eens. Voeding beïnvloedt dus de expressie van het genetisch materiaal. Dat noemen we nutritional imprinting. En dat is ongelooflijk belangrijk. En u begrijpt, de komende jaren gaat er onderzoek gebeuren. En dat onderzoek gaat zich richten. Hoe kun je je genetisch materiaal zo beïnvloeden? Niet dat je allemaal koninginnen wordt, want ik denk dat is iets te veel gevraagd. Maar wel dat je langer gezond kan blijven. Dat je langer mee kan doen. En dat zijn ongelooflijk interessante ontwikkelingen. Ik heb u daar nu iets over verteld en het volgende college, het laatste college wat ik geef, wil ik u iets laten zien van de ontwikkeling van de geneeskunde en vooral van de consequenties die dat heeft. Want sommige mensen denken, het is fantastisch dat die geneeskunde zich zo ontwikkelt, maar misschien realiseren ze zich niet dat er aan dat succes van vandaag ook een moeilijk kantje zit. Ik wil dat proberen aan u uit te leggen.